En dan is het tijd voor de douche. Een warme voor een service die boven verwachting is, of een koude voor een teleurstellende service. Anneke de Zwaan uit Bokstel reikt hem uit. Al 23 jaar heb ik katheters van de firma Hoogland. We gaan op vakantie naar Frankrijk, midden in het hoogseizoen. Want de kinderen, we moesten per se van de kinderen komen, het caravan. En die hadden daar een huisje. Dus we gaan hartstikke enthousiast weg. Allemaal keigezellig. We hebben een hele mooie plek en we gaan installeren. Alles bouwen we op. En toen kwamen dus de verkeerde katheters eruit. Toen paniek. Toen wist ik het even niet meer. Dus de firma Hoogland opbellen dat ze de verkeerde katheters hebben gestuurd. Fout van mij. Ik had ze moeten controleren. Ik had na moeten kijken. Dat heb ik niet gedaan. Toen zei de firma Hoogland, ja, dat moeten we oplossen. De volgende dag werden we opgebeld dat ze een meisje van het eigen vervoersbedrijf naar Frankrijk zouden laten rijden om de katheters te komen brengen. En ze kwamen luidlachend, toeterend de camping op. Dat is echt zo, ze kwamen toeterend de camping op. Ze hebben koffie bij ons gedronken. We hebben nog heel veel plezier gehad. En ze hebben een broodje gegeten. En ze zijn luid, zwaaiend, toeterend weggereden. En om 6:45 kregen we een sms'je dat ze weer veilig waren thuisgekomen en dat ze ons nog een hele fijne, onbezorgde vakantie wensten met kinderen en kleinkinderen. En het probleem was opgelost voor ons. En daarom verdient Medical Hoogland uit Os een hele warme douche. Gefeliciteerd, Hoogland Medical uit Os, een welverdiende warme douche. En wilt u ook eens een warme of een koude douche uitreiken? Ga dan naar www.trosradar.nl. Daar kunt u ook uw consumentenproblemen kwijt. U kunt ons de hele week volgen via onze nieuwsbrieven via Twitter. En op tv zijn we er volgende week maandag weer. U kunt op ons rekenen. Samen thuis, samen Tros.